Dag dames en heren. 8,5 jaar lang was Rob van Gijzel burgemeester van Eindhoven. Natuurlijk gaan we daarop terugblikken in een extra lange aflevering van het programma Spotlight. We gaan het hebben over het belang van de technologiesector. De manier waarop hij Eindhoven in Den Haag en internationaal op de kaart zette. Maar ook hoe hij dat nou persoonlijk ervaren heeft. Hoe zagen zijn dagen als burgemeester nou precies uit? Wat vond hij leuk en wat vond hij vervelend? Welkom bij Spotlight. Ja, meneer Van Gijzel, welkom. Dank u wel. Een bijzonder gesprek, zo voor de laatste keer. We hebben het bijna maandelijks gedaan, de afgelopen jaren inmiddels alweer. Nou, formeel was u per woensdag geen burgemeester meer, ambteloos burger, 1 september. Ja, woensdag volgens mij nog wel, maar in ieder geval per donderdag niet meer. Oké, okay, nou, hoe heeft u die afgelopen dagen ervaren? Nou, dat is nog gewoon vol aan de bak geweest. Dus dan denk je, ja, dat bouwt zich af, maar dat is dus niet zo. Dus ik vond het ook wel weer echt hele stevige dagen, maandag, dinsdag, woensdag. En woensdag was het iets rustiger. Toen heb ik een lange periode met de nieuwe burgemeester te praten in verband met de overdracht. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen die gewoon doorgaan. Op het gebied van, ja, sociale problemen in de stad, maar ook veiligheidsproblemen in de stad. Allerlei dingen die gewoon wel geregeld moeten worden. Ja, want ik ving zo ook al op dat inderdaad nog begin deze week ergens in overleg u zo zei van, ja, daar moeten we wel wat mee. Dus nog niet. Nee, nou ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die je kan niet laten lopen. Hoewel je wel dat merkt dat soms ingewikkeld is. Want je moet het naar een overdracht. In dit geval is het ook nog dat wethouder de waarnemende burgemeester is gedurende 2 weken. En ja, die stad kan niet wachten tot de nieuwe burgemeester is. Dus het moet wel geregeld worden. Het moet wel geregeld worden. En dus dan voel ik me ook nog wel tot het laatste minuut verantwoordelijk, ja. Ja, want wat zijn dat voor dingen die echt niet 2 weken stil kunnen liggen? Nou ja, dat is ook geen geheim op zichzelf. Maar er is een discussie, er zijn ook raadsvragen over gesteld rondom die schietpartij in Stratum. Wat gebeurt er nou vervolgens? Wat u ook wel weet is, zijn er spanningen in het kader van ons Turkse gemeenschap? En hoe gaan we daarmee om? En wat doen we daarmee? En zo zijn er tal van dingen die gewoon actueel zijn en die je niet kunt laten rusten. En waar je dus wel op hebt te acteren. Ja, inclusief een wethouder waar een vraag over zijn die nog in, ik geloof, Kuala Lumpur zit of zat ook de afgelopen dagen. Ook nog. Ja, die zat in, een van de wethouders zat in Indonesië. Maar voor zijn vakantie. Nee, ja, dat is zo. Dus ja, je blijft toch wel heel erg verantwoordelijk tot op het laatste moment. Wat ik dan wel op zich aardig vond, het was dat u dan vrijdag wel bijvoorbeeld nog het nieuwe complex van de hockeyclub Oranje-Rood geopend heeft. Terwijl u daar niet meer als burgemeester kon staan. Hoe komt het dat u daar dan toch zo stond? Nou ja, wat daar gebeurde was dat Simon van der Bomen, iemand van Oranje-Rood, een van de belangrijkste mensen daar, die appte mij al een tijdje terug of ik het niet wilde doen. En ik heb toen gezegd, luister eens Simon, ik ben gewoon vanaf woensdag, dat is mijn laatste als burgemeester, daarna niet meer. De nieuwe burgemeester kun je er niet voor vragen. Een wethouder De Pla als waarnemend burgemeester kon niet. Dus we hebben overleg gehad en gezegd, nou ja, weet je, ik wil het wel doen. Tot, laten we zeggen, de afscheid van de raad. Bij de raad, dat is dinsdag. Want ik heb gisteren ook de diploma's uitgereikt voor de summer school. Ik doe dit interview. Je doet een heleboel dingen nog wel. Ook in de overdracht, in de zorg. Want ja, het zijn toch iedere keer weer dingen die denk, oh ja, dat moet ook nog even. Dat moet hij wel weten. Dus je hebt heel veel contact ook in de afgelopen dagen gehad. Daar wil ik zo nog wel even op terugkomen. Maar ja, het is toch ook een interview om terug te blikken natuurlijk. Dus ik wou eerst toch nog maar eens even terug naar het begin. Of eigenlijk nog voor het begin. Want u was natuurlijk, u bent in 2008 burgemeester geworden. Maar was in 2003 ook al kandidaat. En het toen niet geworden. Althans, dat haal ik uit de archieven, want toen liep ik niet in deze regio rond. En verder bent u toch nergens kandidaat geweest. Wilde u per se in Eindhoven aan de slag? Ja, ik heb altijd gezegd, ik hoef geen burgemeester te worden. Ik had, nadat ik de Kamer uitgaan bij mijn eigen bedrijf, dat was een fantastisch bedrijf. Had ik ook heel veel plezier aan. Maar voor mij was één ding echt, dat heeft mijn leven heel erg getekend als Eindhovenaar.
Toen ik als jonge jongen in de jaar, ik was begin 20, mijn hbo'er gedaan, onderwijzer. Toen ging ik studeren in Amsterdam. En toen vroegen ze waar ik vandaan kwam. En toen zei ik heel zachtjes Eindhoven. Zo zachtjes dat ze het niet verstonden. En toen realiseerde ik me dat dat een enorme valse schaamte was. Maar ja, in de rest van Nederland keek men naar Eindhoven van nou, die lelijke stad waar niks gebeurt. En het is ingestort met Philips. Nee, dat moest nog voor, ook nog wel voor een deel gebeuren, maar het ging niet goed hè, in de jaren 70, 80. En ze vond het een lelijke industriestad en het had helemaal niks. Dus die schaamte, die, nou ja, de minachting die zij hadden, die zette zich om in mijn schaamte. Dat vind ik eigenlijk, toen realiseerde ik me voor het eerst, dat vind ik belachelijk. Ik ben geweldig trots op mijn stad. Wij doen hier fantastische dingen met elkaar. Dus toen ik stopte als Kamerlid naar het bedrijf, toen kwam dit langs. Ik hoefde geen burgemeester te worden, ik wilde alleen maar burgemeester van Eindhoven worden. Ik heb daar toen in de campagne van gezegd, ik heb al een baan. Het gaat mij niet om het baantje, het gaat mij om de stad. En ik wil eigenlijk, en dat is mijn thema in al die jaren geweest, ik wil dat Eindhovenaren trots zijn op wat wij met elkaar doen. En ik geloof dat ik rustig mag zeggen dat dat ook in een belangrijke mate geslaagd is. Als ik met jongeren nu praat, die vinden het geweldige stad wat er hier allemaal gebeurt. Maar toen bij dat burgemeestersreferendum in 2008, moest u het opnemen tegen Leen Verbeek. Die werd door heel veel mensen in de stad eigenlijk wel gezien als de grootste kanshebber, terwijl hij geen Eindhovenaar was. Oh, dan weet ik niet of dat zo is, want vanaf de opiniepeiling, vanaf het eerste moment was het eigenlijk al een derde, twee derde verhouding. En zo is het ook uiteindelijk uitslag gekomen. Okay, ja. Maar wat, hoe was het om campagne te voeren voor uw eigen benoeming? Ik vond het heel leuk. Ik had ook een 10-puntenprogramma, maar het Nederlands stelsel laat het eigenlijk niet zo goed doen. Want je kan als burgemeester wel roepen, dit is mijn programma. En heel veel mensen denken ook dat de burgemeester de baas van de stad, maar zo zit dat natuurlijk toch niet in elkaar. Want het zijn de collegeleden met afzonderlijke portefeuilles, het is de gemeenteraad. En als burgemeester mag je niet je eigen wethouders kiezen. Het is niet zoals in andere systemen in andere landen. We hebben een burgemeester die boven de partijen staat, dus die eigenlijk ja, geen programma heeft. En als je dan een campagne moet voeren, dan zit je eigenlijk heel erg op de lijn. Waar zit het onderscheid tussen mijn tegenkandidaat en mij? Wat wil ik? Wat wil hij of zij? Hoe ziet dat eruit? Dus dan ga je de tegenstellingen vergroten. Terwijl ons systeem, de burgemeester, er juist voor is om de tegenstelling te verkleinen. Om partijen bij elkaar te brengen. En dat maakt het, door het systeem, maakt het wel ingewikkeld omdat het gekozen burgemeesterschap. Dus als je dat zou willen, waar wel heel veel voor te zeggen valt. Zeker onder de enorme veranderingen die er ook in het publieke bestel hebben plaatsgevonden. Hè, gewoon in het openbaar bestuur. Maar dan moet je ook de burgemeester de ruimte geven om zijn eigen programma samen met zijn wethouders en zijn eigen wethouders te kiezen. En dan een echt duaal bestel te maken bij de gemeenteraad. Gewoon in dialoog. Het college en de burgemeester controleert op het programma wat hij zegt dat hij gaat doen. Ja, u noemde al het 10-puntenplan. Ik heb hem hier ook nog zoals toen. Ik weet niet waar die toen eigenlijk in heeft gestaan. Die is als folder rondgedeeld. Oké. Ja. En dat kent u ze nog zelf? Nou, een groot aantal wel, denk ik. Het ging over evenementen, het gaat over de verbinding in de stad, het gaat over veiligheid, het gaat over de economische groei. Ik zal er nog een keer naar kijken, want ik wil er eigenlijk in mijn verhaal ook nog wel op terugkomen. Want, nou ja, dat Veilig Eindhoven, daar heb ik ook nog wel naar gekeken in de afgelopen weken. Wat er nou eigenlijk in de afgelopen 8 jaar gebeurd is, 8,5 jaar. En dan zijn dat toch wel hele verrassende resultaten. Hè? Dat, je ziet dat eigenlijk op een groot aantal punten de onveiligheid gewoon gehalveerd is. Ja, want tegelijkertijd heeft Eindhoven natuurlijk ook in uw periode nog jarenlang, of meerdere keren, hoog in de misdaad top zoveel gestaan. En hebben toch ook met best wel een aantal geweldsincidenten. Zeker, de kopschoppers. De aandacht gekregen. Schietpartijen op woningen. Ja, wij stonden op 1 toen ik burgemeester werd, al een paar keer. Dat zijn we daarna niet meer geworden. We zijn er op 3 of 4 terechtgekomen. Ik wilde eigenlijk wel lager. Wat je ziet is dat wat heel lelijk meetelt in die AD-misdaadmonitor is zakkenrollen. Daar hebben wij het heel slecht mee. Dat heeft, mijn politie zegt altijd, dat heeft met onze administratie te maken en de aangiftes. En ik heb zelf wel iets veroorzaakt waardoor wij ook niet meer gedaald zijn dan dat mogelijk was. Dat had te maken met bijvoorbeeld uitgaansgeweld. Toen ik burgemeester werd, was het zo dat je, dat heette dan een BAPje, een bestuurlijke afdoening, dus dan had je een vechtpartij. En dan sloeg iemand anders voor zijn gezicht.
En dan, daar werd geen aangifte van gedaan, werd ook geen melding van gedaan. Dat werd dan bestuurlijk afgedaan. Dus dan kreeg u een boete van 60 euro. En een bewijs van dat u inderdaad de ander in elkaar geslagen heeft, dat was de kassabon. En daarmee was het klaar. En dat vond ik eigenlijk geen goede manier, want ik wilde niet dat dat geweld op die manier afgedaan zou worden. Dus maar ik heb daarvan gezegd... Er kwam toen wel als aantallen aangiftes bij, dus. Ja, en wat er toen vervolgens nog gebeurd was, dat, en dat is de afgelopen jaren eigenlijk wel steeds meer gebeurd, is dat ik sla u in elkaar, u gaat aangifte doen, dat wilde ik ook graag, en dan kon er namelijk ook een strafvervolging over gaan. Maar vervolgens deed ik aangifte tegen u. Dat u begonnen was. Dit is een beetje wat ouders ook wel hebben als kinderen ruzie hebben. Dat maakt het wel ingewikkeld. Daardoor steeg dat aangifte dus op dat punt nogal stevig. Dus zakrollen en geweld in het uitgaanswereld waren er wel de twee Achilleshielen, zal ik maar zeggen. Maar als ik naar de andere cijfers kijk, wat we teruggedrongen hebben, ja, dan mogen we daar wel geweldig trots op zijn. Sociale leefbare stad wilden we. Ik denk in 2010 zijn wij door de FNV uitgeroepen tot de meest sociale stad van Nederland. En we hebben daarna nog 2 jaar in de top 3 gezeten. Daarna hebben ze het niet meer vastgesteld op die manier. Maar ik vond wel, en ik denk dat het nog steeds is, van de week kwam een nieuw rapport naar buiten. Dat vond ik wel heel bijzonder. Dat Eindhoven, als je naar sociale samenhang kijkt, eigenlijk het voorbeeld in Nederland is over... hoe je met integratie om moet gaan en hoe je dan ook radicalisering tegengaat. Dus dat component zit er wel in. De sterke buurt, daar zijn we heel druk mee bezig geweest. Ook wethouder Toren Oogloop probeert rondom die buurten toch de mensen in positie te brengen. We hebben daar een paar dingen echt anders gedaan. We zijn met wijkprogramma's bezig gegaan, met buurtprogramma's. Wat wil u? Wil u veiligheid? Wil u voorzieningen? Kunnen we het erover hebben? Wat is de rol die u daar zelf bij wil spelen? Dus de burger veel meer, de mensen in de wijken veel meer betrokken bij het programma in de wijk zelf. En wat ik zelf heel leuk vind is dat wij aanmoedigingspremies zijn gaan uitdelen. En dat betekent mensen die initiatief nemen, die kunnen zich melden. En die komen dan in aanmerking voor een premie van 6.000 euro. En daar willen we niet eens van weten wat u daarmee doet. Dus dat moet je wel met een groepje doen. Er moet ook wel een bankrekening zijn en dat soort dingen. Maar dat zegt, we hebben heel veel vertrouwen in het initiatief wat mensen nemen. En in de praktijk pakt dat ook ontzettend goed uit. Dus daar ben ik eigenlijk heel tevreden. Nou ja, sterke economie. Dat was natuurlijk, ik heb het opgeschreven in de tijd dat we in de hoogconjunctuur zaten. En daarna kwam de grootste ramp in economisch opzicht die we na de Tweede Wereldoorlog gehad hebben. Ja, daar wil ik het zo nog even apart over hebben. Want dat was natuurlijk een hele belangrijke. Wat ik er nog even wil uitlichten is eigenlijk het laatste punt. Waarin u zegt, van, ik wil heel laagdrempelig zijn voor inwoners. En op het moment dat naar uw opvolger gezocht werd, zijn wij de straat op gegaan om eens aan mensen te vragen wat zij nou eigenlijk belangrijk vonden. En dat heeft hier wel veel mee te maken. Dus laten we er nog even naar kijken. Ja, eentje die veel met de stad op heeft en luistert naar de mensen. Van de bewoners van Eindhoven, wat die willen. Ja, dat vindt u bijvoorbeeld belangrijker dan iemand die met veel bedrijven gaat praten en werk hierheen haalt? Ja, ik vind het belangrijker dat ze opkomen voor de inwoners. En Eindhoven is de lichtstad. Hè? Ik bedoel, we zijn heel erg innovatief en dergelijke. Maar er zijn nog zoveel meer problemen. Ik denk dat daar ook wel op gestuurd mag worden en moet worden, laat ik het zo zeggen. Wordt er gemis? Ja, hij moet heel goed zijn om Verijssel te kunnen vervangen. Of zij. Ja. We moeten eigenlijk meer onder de mensen mengen. Want deze heeft niks anders dan het wereldreisje gemaakt hoor. Als je deze mensen zo hoort, dan herkennen die zich daar dus niet zo in. Ja, nou ja, ik heb wel geprobeerd om daar toch heel veel aandacht aan te besteden. Het zijn van die momenten die ook heel veel impact hebben. Kijk, we hadden best wel veel slachtoffers rond de MH17. Ik vond dat ook wel een enorm dieptepunt. Ik ben bij de families vaak geweest, veel gesproken. En heel veel dingen van klein leed, dat ziet men niet. Hè? Dus als er echt droevige situaties zijn, dan komt dat niet in beeld. Overigens is dat ook, ik ben bij bijna alle 100-jarigen die dat wilden, of mensen met 70 jaar huwelijk en dat soort zaken. Dus dat zijn niet de dingen die het grote nieuws maken. Maar voor mij gold wel, en ik snap wel dat die mensen die tegenstelling een beetje voelen, van ja, is hier nou wel voor ons en wat betekent dat dan? Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk in de wijk te zijn. Ik denk dat ik ook heel aanspreekbaar ben. Als ik op de straat loop, roepen mensen ook altijd, hey Rob, dat is niet eens burgemeester meer. Dus die laagdrempeligheid zit er wel in. Maar voor mij was het wel heel belangrijk, zeker na 2008. We hadden in de jaren 90 een hele diepe crisis. Toen hebben duizenden mensen hebben in Eindhoven een ontslag gekregen.
En dat staat nog echt op mijn netvlies geschreven. Dat in straten, huis na huis, Philips-werknemers, DAF-werknemers een brief thuis kregen dat ze ontslagen waren. En toen kwam die crisis. Ik ben in april 2008 burgemeester geworden. Toen kwam die crisis in september. Dat de Lehman Brothers omvielen. En nou ja, dat was dus een drama. Dus voor mij was dat echt een heel belangrijk thema om ervoor te zorgen dat we dat konden tackelen. Ik heb toen met de bedrijvenfilmtafel gezeten, ook met de kennisinstellingen. En wij zijn de sterkste economische groeier van heel Nederland in die periode geweest, sinds die periode, door de manier waarop we het aangepakt hebben. Wat zegt dat nou voor de mensen thuis? Dat kinderen niet thuis op de bank werkloosheid terechtkomen, maar dat er werk is. Dat je eigen toekomst in kunt vullen. Dat vind ik ook voor de mensen zijn. Dat mensen perspectief hebben, dat er inkomen is. Weet u, er zijn... Kennelijk beseffen mensen niet zozeer dat die technologie sector, dat zulke gevolgen voor hun heeft. Nee, maar ja, als wij... laat ik eens een simpel voorbeeldje geven. We hebben Cooler Master. Ik ben in Taiwan geweest, daar hebben Cooler Master hier naartoe gehaald. Dat is een groot bedrijf, echt een groot bedrijf. Een paar keer groter dan ASML, met omzet. Die hebben hier een bedrijf neergezet met 200 mensen. Maar die 200 mensen, dat was ik denk een stuk of 30 Taiwanese staf en de rest komt van buiten. Die hebben allemaal een huis nodig, moeten allemaal eten, gaan allemaal naar school, hebben allemaal openbaar vervoer. Dus al die dingen moeten wel geregeld worden. Dus voor elke technologie medewerker die hier binnenkomt, als het een echt high-end is, zal ik maar zeggen, dan zitten er 12 arbeidsplaatsen aan vast. En nee, als je ziet dat wij zijn in 8,5 jaar hebben wij 20.000 inwoners erbij gehad en 10.000 arbeidsplaatsen erbij gekregen. En ik ben daar wel trots op dat we dat samen voor elkaar gekregen hebben. Dat wij de sterkste economische groei van heel Nederland hebben bewerkstelligd in een sector die eigenlijk toch heel erg kwetsbaar was als het gaat om nieuwe technologieën en dat soort zaken. En we zijn gewoon voorop gaan lopen in de wereld. En het perspectief is mega in de komende jaren dat we verder kunnen continueren. Ja. Ik was trots een punt wat daar natuurlijk direct mee te maken heeft, dat is het feit dat Eindhoven en de regio in 2011 is uitgeroepen tot slimste regio. Laten we nog even kijken naar uw eerste reactie toen. Gewoon een wereldwijde erkenning. Je bent de slimste regio van de wereld. We hadden al de slimste centimeter, dat is de chippy van ASML, zal ik maar zeggen, wat ze met de machines van ASML kunnen maken. De slimste vierkante kilometer hadden we, dat is de high-tech campus, maar nu zijn we met z'n allen ook nog eens een keer de slimste regio van de wereld. Wat levert dat dan echt op? Levert dat gewoon werkgelegenheid op? Gaan de bedrijven het nog beter doen? Ja, het is natuurlijk alsof je de Champions League wint met voetballen. Je wordt als voetbalvereniging veel interessanter om daar te gaan spelen als je de Champions League gehaald hebt. Dus het is voor mensen interessanter om hier een opleiding te gaan volgen, om hier hun werk te zoeken. En kenniswerkers die echt tot de wereldtop behoren, vinden het leuk om in een gebied te werken waar die ook echt wereldproducten kan maken en daar ook erkenning voor krijgt. Dus al met al zal ons dit geen windeieren leggen. En ik merk het nu al, hè, gewoon de nationale erkenning. De minister heeft net laten weten dat hij buitengewoon blij is met het feit dat wij deze prestatie hebben bereikt. Dus ja, het is gewoon geweldig. Ja, dat was natuurlijk heel enthousiast. En ook in New York op het podium natuurlijk groot feest. Hoe belangrijk was die titel nou echt voor Eindhoven? Ja, die was wel heel belangrijk. Want daarna zijn er toch heel veel bedrijven ook hier naartoe gekomen. Die zoiets hadden, dit is een hotspot, hier gebeurt het, hier willen we bij zijn. Bijvoorbeeld dit voorjaar hebben we met vrouwen over. Dat is het grootste publieke research instituut in Europa, misschien wel van de wereld. Het is de Duitse TNO, zal ik maar zeggen. Die gaan heel veel van hun experimenten in onze regio doen. Met technologie-experimenten, omdat ze zeggen, dit is de omgeving waarin het klimaat zo is, dat we dat ook op een goede manier kunnen uitrollen. Nou ja, Angela Merkel is geweest. Ik vond zelf ook nog wel heel bijzonder dat de premier van India net voor de zomer in de discussie in het parlement tegen het parlement zei, wij moeten op een andere manier naar de toekomst kijken. Wij moeten veel meer de kansen grijpen, veel assertiever zijn, dus veel directer erbovenop. Wij moeten een voorbeeld nemen aan Silicon Valley en aan Eindhoven. Dat zei de premier van India in het Indiase parlement. Nou, dit was 10 jaar geleden, dat is dat toch ondenkbaar geweest. Terwijl India natuurlijk ook heel veel doet op IT-gebied. Zeker, en, zeker. Maar want die titel van slimste regio... Ja, dat geeft een boek. Was die nou voor die tijd al heel bekend? Want Eindhoven had al 1 of 2 keer eerder... Ja, we hadden 2 keer eerder mee geprobeerd te doen.
Ja, er waren steden als Singapore en Tokio en Seoul die hadden hem al gewonnen. Dus dat waren miljoenen steden die echt in de wereld voorop liepen. Ja, Tokio was, als het ging om slim, was het, daar verdienden ze ook het meest in de wereld met die kennis. En Singapore, ja, iedereen kende natuurlijk wel wat voor wonderen dat daar heeft plaatsgevonden. Dus in dat rijtje was het toch wel heel bijzonder. Maar ik vond het mooiste. Hoe komt het dan op een gegeven moment hier in het stadhuis op om dat er gezegd wordt, oh, daar moeten we ons eens op gaan richten? Nou, ik was net burgemeester en toen stonden we in de top 21. Ik denk, dat is toch wel heel bijzonder, want in die top 21, ik vond dat toen al heel bijzonder. In die top 21. Daar hoef je niet voor aan te melden? Ja, daar moest je wel voor aanmelden, maar daar was de procedure wat lager voor. Dus dan moest je formulieren invullen. En om de slimste regio van de wereld te worden, er komen de hele delegaties komen langs. Er zit een wereldpanel met honderden mensen die kijken naar hoe jij presteert, wat je doet. Dus daar kwam wel veel meer bij kijken. En er werd ook nog tegen mij gezegd de laatste keer, ja, het is zo moeilijk om het te worden. Laten we maar weer stoppen. Maar ik had zelf het gevoel, volgens mij gaan wij dit nu echt redden. En dat is een doorbraak. Het is niet alleen een doorbraak omdat je dat door de wereld bent, maar ook zelf. Het was een enorme erkenning voor het bedrijfsleven. Maar ik ben heel veel scholen afgegaan. Heel veel scholen. Ik denk wel bijna alle middelbare scholen in Eindhoven heb ik wel gehad. Om dit ook te vertellen. En kinderen te inspireren om daarmee aan de gang te gaan. Het is toch bijzonder dat je een bedrijf als ASML, wat 32% van de wereldproductie heeft als het gaat om chippies. Dus als ASML omvalt, dan valt die hele ICT-wereld gewoon om. Dat wij dat hier hebben. En dat we daar niet trots op zijn. Hier kom ik weer met dat trots. Daar moeten we trots op zijn. Dat moeten we volhouden. Het is gewoon echt iets geweldigs dat we dat met elkaar mogen zijn. Ja, want heeft dat ook geholpen om een beetje van dat eigen Calimero-gevoel af te komen? Ja, en ik zie dat ook wel omheen. Ik geloof helemaal niet meer dat er een Calimero-gevoel is. Ik merk het ook trouwens in de Randstad zelf. Hoor. Men kijkt er helemaal niet meer bij die neer naar Eindhoven. Die hebben dat echt wel in de gaten wat er hier aan de hand is. Er helpen dingen natuurlijk als zo'n bezoek van Angela Merkel en zo. Maar ook de koningin die met grote regelmaat hier komt. Singularity University. Als vroeger een minister kwam, één keer per jaar, dan zat dat in het Stadsjournaal. Nou, dat kun je nu niet meer bijbenen hoor. Dus in dat opzicht hebben we wel met z'n allen, en dat vind ik het mooie, met z'n allen, de schouders eronder, heel veel bereikt. Wat ik wel interessant vind, eigenlijk ook in de voorbeelden die u hier noemt, maar eigenlijk een groot deel van uw periode als burgemeester kenmerkt zich toch ook wel door een continue strijd met Den Haag om een nieuwe machtsverdeling te krijgen. Dat is niet helemaal zo, want ik zit niet op macht, maar ik zit wel te kijken op competentie en hoe ben je in staat. Ik zei net iets over dat de wet, dus dat instrument van die wet, dat heel veel blokkeert. In Amerika is het zo, de Verenigde Staten, in Californië zijn een groot aantal mensen die zeggen, weet je, wij kunnen mensen langer laten leven, het openbaar vervoer beter maken, we kunnen goedkoper, duurzame energie. En wie houdt dat tegen? De overheid. Daar willen ze naar een overheidsloze samenleving. Ik ben daar niet voor, want dan gaat de staf van Google gaan bepalen hoe ons leven eruit gaat zien. Maar het is wel een enorme beweging daar. En dat komt voort omdat de overheid niet meer als partner in het maatschappelijk, economisch en sociale proces meeloopt. En daar moeten we voor zorgen dat dat wel kan. En dat kan hier. Dat kan in stedelijke regio's. Het feit dat wij met bedrijfsleven, kennisinstellingen, met de mensen in de stad, met de woningbouwcorporaties in dialoog dingen proberen te ontwikkelen, maakt het mogelijk dat wij het publieke belang kunnen dienen. Maar juist op dat punt is er toch geen enkele beweging. Uw voorganger Rijn Welsje die pleitte al voor het vormen van een stadsregio. Daar is hij toen in mislukt. U heeft de afgelopen jaren ook regelmatig gezegd, we moeten bestuurlijk omgooien. Ik zie wel veel meer ruimte gaan ontstaan bij het kabinet om mogelijkheden aan regio's te geven. We gaan nu met de agenda stad aan de gang, met regio-specifieke pakketten. En we hebben, en dat vind ik wel belangrijk, kijk, u weet van mij dat ik eigenlijk wel vind dat wij een beetje, benadeeld worden, om het zo maar te zeggen. In het boek heb ik iets over geschreven, over dat als je gaat kijken naar culturele voorzieningen en naar sportvoorzieningen, dat Amsterdam €195 per inwoner krijgt. En Rotterdam €180. Den Haag en Utrecht zitten tussen de 140 en de 160. En wij €1,53. Dat vind ik een schande. Daar zijn we al vorig jaar. Heb ik Peter Wennink en anderen uit het bedrijfsleven, die er ook veel last van hebben, gevraagd, willen jullie mee supporten daarbij? Dat hebben ze super gedaan. Werd daar de Pluijf daar een belangrijke rol bij gespeeld.
hebben we tegen het kabinet gezegd, dit kan zo niet langer. Wij zijn zo'n belangrijke economische regio. We zitten te kijken hoe een zwembad dicht zou moeten, hoe een ijsbaan dicht zou moeten, hoe we een muziekgebouw amper overeind kunnen krijgen, terwijl op andere plekken het geld bijna over de schutting heen klotst. Maar is nu wel verandering gekomen. Ja, is het zo? Want u zei net van ja, we hoeven hier geen Calimero meer te zijn, want we worden nu wel serieus genomen. Maar op zo'n punt dus nog niet. Nee, maar ik kan er nog niet alles over zeggen, maar ik heb daar in de afgelopen maanden met de minister-president een paar keer over vergaderd. En daar zit nu echt beweging in. Dus er komt en een inhoudelijke erkenning, dus in de zin van wat zijn jullie nou eigenlijk, hoe belangrijk zijn jullie voor de Nederlandse economie. En er komt ook nog een financiële erkenning aan. Dat is een begin, zeg ik er maar meteen bij. Maar het is wel een eerste belangrijke stap en een substantiële stap waarin ze zeggen wij gaan additioneel, minister van Financiën speelt daar een belangrijke rol bij, additioneel middelen vrijmaken voor deze regio. Als afscheidscadeautje van u voor de stad eigenlijk? Ja, afscheidscadeautje. Nou ja, we hebben er hard, met z'n allen hard voor geknokt. Dus, en het is ook terecht, het is niet een afscheidscadeautje, want dan zou het een eenmalig iets zijn. Het is gewoon erkenning van wat wij zijn. We hebben daar samen de schouders onder gezet en ik ben blij dat die erkenning er nu komt. Dus we hebben een start gemaakt en dadelijk moet dat dan ook verder gewoon structureel ingebed gaan worden. Ik wil even naar iets anders, want behalve technologie is toch ook iets populairs als voetbal voor u heel belangrijk. Laten we nog even kijken met het laatste kampioenschap van PSV. Het was een beetje met overslaande stem. En u heeft er geen lange toespraak van gemaakt. Maar hoe vond u het om daar zo te staan? Ja, dat vind ik wel fantastisch. Het is wel, zo'n stem is ingewikkeld hoor. Als daar zo'n, nou ja, wat zal het zijn, 30.000 mensen op zo'n plein staan. Je hoort jezelf niet meer terug. Hè? Dus je denkt, ik moet over het publiek heen schreeuwen. Daar komt dat ook wel een beetje van. Maar ik was ook wel heel enthousiast. Ik was dubbel enthousiast, omdat ik het ook hartstikke leuk vond. En PSV heeft daar volle medewerking aangegeven. Dat we ook oranje-zwart konden, wat nu oranje-rood is, maar wat we ook oranje-zwart konden huldigen. Ja, ik vond dat wel echt een fantastisch moment. En als dan 100, 120.000 mensen in de stad een feest vieren met één incident, dan ben ik daar ook wel geweldig trots op. Ik vind dat wel hoogtepunten in zo'n jaar als het gaat om wie zijn we en wat is onze samenhorigheid en hoe vieren wij feest. In de afgelopen jaren, bent u naar alle wedstrijden van PSV geweest? Nee, dat gaat niet. Maar ik ben denk ik wel bij... Ja, 90% van de wedstrijd zal ik wel geweest zijn. Want dat wordt nu waarschijnlijk weer gewoon een kaartje kopen, of niet? Ik heb altijd kaartjes gehouden. Ja? Want ik had zoiets... ik heb al tribuneplaatsen gehouden. Ik was uitgenodigd door de directeur van PSV om daar op die hoofdtribune te zitten. Maar wij hadden al kaarten aan de overkant daarvoor. En die hebben we al die jaren gehouden. Want ik dacht, ik wil nooit in de situatie komen dat ik
ergens in een soort dwangpositie terechtkomt. Dat, ja, wil je, hè, snap je, dat ik als ik als ruzie zou krijgen met een of andere directeur van PSV, dat ik dat dan niet in een onmogelijke situatie zou zitten, maar dat ik toch gewoon het voetballen kon gaan aan de overkant van de dadelijk tribuneplaats. Sowieso is de relatie tussen de stad en PSV natuurlijk altijd al een gevoelige. Ook in uw periode natuurlijk de financiële problemen die er geweest zijn bij PSV. Wat voor rol heeft u daar dan in gespeeld? Nou, we hebben natuurlijk heel goed naar zitten kijken. En kijk, mensen denken dat we alleen PSV geholpen hebben, maar we hebben natuurlijk ook de stad proberen te helpen. U moet zich voorstellen, als je het voor je ogen ziet, dan snapt u het ook wel. Het stadion van PSV ligt midden in de stad. Dat willen we graag ook voorlopig zo houden. Er is geen enkele reden om weg te houden. Ik vind het een geweldige plek en een mooie uitstraling. Maar als je gaat kijken vanuit de stad, dan zie je dat we een paar gebieden hebben. We hebben Victoria Kwartier, hè, dat stukje wat we nu aan het vernieuwen zijn, rond waar Philips Leiting zat, waar veel huisvesting of woningbouw komt. Waar een mooi park komt, waar de Gender weer boven water komt. Krijgt PSV-stadion. En er komt Strijp S, wat ook een enorme ontwikkeling is. Eigenlijk ligt dat stadion er een beetje onhandig tussen. We hebben nog Strijp T als opgave, hè, dat ligt nog achter Strijp S. En we hebben Strijp R ook nog als opgave waar we al heel veel ontwikkeld hebben. Dus eigenlijk is dat een hele ontwikkelingszone waarbij zo'n stadion er middenin ligt. We kunnen dat nu niet allemaal op de schouders nemen. Maar stel dat ooit PSV zou beslissen daar weg te gaan. Of dat iets met PSV gebeurt waardoor dat stadion niet meer te exploiteren is. Dan zou het toch wel vreselijk handig zijn als wij in ieder geval zeggenschap over de grond hebben en wat daar gaat gebeuren. Vanuit dat ontwikkelingsperspectief. Hoe hebben we het nou gedaan? PSV was de eigenaar van de ondergrond en het stadion. Die hebben gezegd, wij willen dat een erfpacht. Dus we willen het aan jullie verkopen en een erfpacht terughuren. Zij betalen meer erfpacht. En wij moesten natuurlijk dat geld ook lenen om die ondergrond te kopen. Maar zij betalen meer erfpacht dan wij rente. Dus we verdienen er per saldo geld aan. Dat heeft ook Europa goedgekeurd. En PSV was daardoor in één keer kon heel veel afboeken van hun eigen schuld. Die deal heeft op zich ook heel veel aandacht gekregen. Maar ik was juist zo benieuwd wat uw rol daar dan is om voor elkaar te krijgen. Zegt u dan tegen de mensen hier op het stadhuis van jongens, hier moeten we iets voor regelen, want dit kan toch niet zo gebeuren dat... Er hebben natuurlijk heel veel mensen rol bij gespeeld. Dus Tini Sanders, vooral Staf de Pla ook. En die erfpachtconstructie komt volgens mij nog een beetje van mij vandaan. Want ik zat met een Amsterdamse vriend ergens. En toen zat ik hierover te filosoferen. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Wat voor constructie moet je daar nou bij bedenken? En toen zei hij tegen me, ja, in Amsterdam hanteren we erfpacht. Toen dacht hij, jee, dat is inderdaad wel misschien een goede constructie om daar eens naar te kijken. Dus dat hebben we gedaan. En uiteindelijk heeft dat goed uitgepakt. Ja, we hebben er in het college uitvoering over gehad. Eigenlijk heeft het een hele brede draagvlak in de gemeenteraad gekregen. Volgens mij mogen we er heel blij mee zijn dat we het zo gedaan hebben. De stad is er niet armer van geworden. Integendeel, we verdienen er geld aan. PSV is er beter van geworden. Dus ja, een betere deal kun je niet maken. En Europa zegt dat het ook nog aan alle vereisten voldoet die daar noodzakelijk voor zijn. Daar hebben we ook heel zorgvuldig naar gekeken. Dus ja, die klachten uit Noord-Holland dat wij staatssteun verlenen, die klopten niet. Overigens, ik heb ook wel eens teruggezegd, als we de Amsterdamse constructie hadden moeten kiezen bij Ajax, dan hadden we PSV nog eens een keer 48 miljoen moeten geven. Hadden we namelijk het stadion ook moeten kopen. Want bij Ajax is het zo dat de arena en ondergrond niet van Ajax is. Maar dat dat van de gemeente, mede gefinancierd door het Rijk, van de gemeente is. En dat Ajax dat huurt. Ja. Hoe belangrijk is, denkt u, die constructie geweest en daarmee het gezond maken van PSV weer, dat ze de afgelopen 2 jaar weer kampioen konden worden? Een stukje. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met gevoel, mentaliteit. Ik vind daar wel een... Nou ja, ik was gisteren bij het Nederlands, of van de week bij het Nederlands team. Ik was donderdag bij het Nederlands team. Toen was het ook een beetje omgebouwd in het stadion. En dan voel je gewoon, dat is een totaal andere sfeer. Bij PSV is altijd een... Ja, mensen zeggen, het is de leukste sfeer zo ongeveer in Nederland in het stadion te krijgen. En dat is niet vanzelfsprekend, want ik heb natuurlijk ook de spreekoren gehoord onder de periodes van vorige directeuren. Maar ik vind dat Toon Gerbrands het wel echt super doet. Hij mag ook wel een pluim verdienen, vind ik. Dat hij met zoveel passie, zoveel kennis, zoveel betrokkenheid, zoveel menselijkheid. Ja, dat is ook wel dominant hoor. Ook naar de spelers toe, maar ook naar het personeel, naar de fans. De uitstraling die hij daarvoor maakt. En het draagvlak wat hij daarvoor heeft, dat helpt heel erg om een kampioensmentaliteit te krijgen.
Nog een ander onderwerp, want eigenlijk in uw 10-puntenplan zei u al van ik wil verbroederen, ik wil er voor iedereen zijn. Dat kwam in uw periode eigenlijk wel onder druk te staan, heel specifiek op het moment dat het asielzoekerscentrum in de Orangerie er kwam. En daar opeens mensen met spandoeken en borden stonden, gericht tegen het aantal, maar ook wel gewoon überhaupt tegen de komst van asielzoekers. Ik vind dat u dat een beetje overdrijft. Wat wij toen gedaan hebben, in tegenstelling tot alle andere plekken, is wat wij gezegd hebben is... We hebben natuurlijk debat in de raad gehad, eerst in het college. En de raad zei, ja, wij willen daar ruimte voor maken. En vervolgens hebben wij daar een open dag. Ik ben daarvoor gaan staan, iedereen welkom geheten, alles uitgelegd, alles verteld. En ik vind eigenlijk dat als ik het afzet tegen hoe dat op andere plekken gegaan is, dat het hier eigenlijk wel met heel veel draagvlak nog steeds is. Ja, er was wel één stuk dat u met een mevrouw in discussie raakte. Laten we er nog even naar kijken. Omdat de Zuidzorg, of wat voor instelling ook, die oudere mensen moeten begeleiden tot de dood, geen geld en geen tijd meer hebben vanwege de bezuinigingen wat hier in Nederland plaatsvindt. Dat is mensonterend, want dat is je eigen volk. Daar moet je eens voor opkomen. Nou, dat zullen we ook wel doen. Nou, dat gebeurt helemaal niet. Maar waar zijn wij? Nee, waar zijn wij? U zegt mensonterend. Ja, maar ik geef u een antwoord. Nou, ik vind dat wij zelf het respect op moeten brengen voor mensen die zoveel meegemaakt hebben in die oorlog, geen kant op kunnen. Dat klopt, dat had u één stuk nu uit. Ja, maar ik heb daar een hele dag gestaan en dit was wel echt een uitzondering. Ja, was dat uiteindelijk de enige burger die echt zo... Nee, er waren een paar meer. Maar ik ben die ochtend bijvoorbeeld naar het woonwagenkamp op de Ardèchelaan gegaan. Om met de mensen... Kijk, dat zijn de dingen die mensen dan niet zien. Om met de mensen daar op het woonwagenkamp te praten. U kreeg dadelijk een AZC hiernaast u. Wat betekent dat dan voor ons, voor u? En toen zei ze dingen als, ja, dat is lekker zeg, die komen zij wel en dan ga je alles regelen. Wij zouden al 2 jaar lang een stoep krijgen en dat is nog steeds niet geregeld. Toen dacht ik, ja, dat is inderdaad, hebben ze daar wel gelijk aan. Dus ik ben er achteraan gegaan, hebben wij dat beloofd? Dat hadden we beloofd, die stoep ligt er. Waardoor mensen gewoon met een kinderwagen ook over de stoep heen kunnen. Dus je moet ook daar wel zorgvuldig in. Maar we zijn erop afgegaan. Ik vind dat het eigenlijk heel goed gegaan is. En het mooie vind ik ook, en daar ben ik ook heel trots op, dat was wel een beetje wat ik al eerder zei over de minst gesegregeerde stad. Hè, dat betekent de stad met de minste tegenstellingen, de best geïntegreerde stad. Dat we daar in de top staan in Nederland. En wij eigenlijk, ja, we hebben nu iets van een enkeling waarvan we kijken naar wat gebeurt daarmee. Maar die hele hoos over al die uitreizigers naar Syrië, et cetera, en die radicalisering is in belangrijke mate aan ons voorbij gegaan. En dat heeft veel te maken met de eenheid in de stad. Ik heb zelf het initiatief genomen, samen met de gemeenteraad, om die overleggen te doen van solidariteit en eenheid in de stad. En daar hadden we heel veel organisaties bij elkaar. Ook dat heeft niet heel veel pers gehad, maar het was wel een belangrijk fenomeen. Want we hebben mensen met verschillende achtergronden, religieuze, maar ook etnische achtergronden, ook gewoon Eindhovenaar, bij elkaar gehaald, meerdere malen, om het de dialoog aan te gaan, hoe houden wij die stad vast? Dus ik vind het wel een hele grote stad van eenheid. En als ik dan zie dat er zoiets als in Parijs gebeurt en dat wij dan hier het stadhuis meteen open hebben, zoiets als met PSV, Koningsdag. Ik vind het een stad van verbroedering. Ik vind Glow vind ik geweldig. De Dutch Design Week, dat daar mensen gewoon een week lang gratis als vrijwilliger gaan rijden. Dat bij Glow 's avonds mensen tot 12 uur als vrijwilligers daar staan. We hebben de hoogste vrijwilligersdichtheid van Nederland. Ik vind het echt een stad van verbroedering en van verbinding. Dus ik laat me niet gek maken door die ene uitzondering die u nu op tafel legt. Nee. En want waar zit hem dat dan, denkt u, in dat mensen zich daar actief voor opstellen? En nou, die verbroedering ik heb er zo wel een beetje mijn eigen analyse voor. Maar ik looi er voor hem zo in voor een beter hoor. Maar ik denk wat historisch gesproken, kijk, mijn vader is hier geboren, mijn opa, alles. Die historie heb ik van thuis wel meegekregen hoe het eigenlijk was. Dit was wel armoede hoor. Dit was wel echt armoede, hier en in de omgeving. En dat is ook wel logisch, want als je naar Eindhoven kijkt en de omgeving... Ja, ik weet niet of je wel eens gekeken hebt bij boeren, maar dat is allemaal zand. En op zand groeit niet zoveel. En ja, grondstof hebben wij hier niet. Een haven is er niet. Dus Eindhoven had een beetje een strategische ligging. Een belangrijke strategische ligging vanuit België, wat toen nog een deel Nederland was, de Nederlanden, naar Nijmegen en Utrecht. Maar dat is later ook nog weer uit elkaar gevallen. Grotere. Dus de betekenis van deze regio was minimaal. En daar zat ook nog een katholiek overervingssysteem. Dus als je al boer was en je had 4 zonen, dan werd de boerderij in 4 gesplitst. Iedereen kreeg een stukje. Dat kan je wel 1 keer doen. Maar als je dat 4 generaties doet, heb je er niet veel over. Dat heette de keuterboertjes.
Dus er was ultieme armoede hier. Men kon eigenlijk alleen maar, ze hadden alleen maar elkaar, ze konden alleen maar met elkaar overleven. En dat met elkaar overleven heeft het voor twee dingen gezorgd. Eén, er kwam industrie, want het was goedkope arbeid hier. Die sigarenindustrie, dat zat nog wel een beetje tegen de uitbuiting aan. Terwijl toen Philips kwam, die had meteen dat gevoel door, ik denk dat dat met name ook Anton Philips geweest, van wow, er zit hier een spirit van samen. En het feit dat Philips hier al zo lang weg is, maar dat mensen nog steeds het gevoel hebben, Philips, wij zijn Philips, elk Eindhovenaar heeft dat. En wij zijn ook Philips, dat is dat wijgevoel. Ik heb wel eens als grap gezegd, in Amsterdam staat I Amsterdam. Ik zou eigenlijk wel in de binnenstad We Eindhoven willen. Want Eindhoven heeft het gevoel van we en not I. Dus, en dat vind ik wel bijzonder, dat samen de schouders, dat samen de gang. Daarom is dat met Brainport en wat we allemaal daar doen zo'n groot succes. Wereldwijd gezien ook een groot succes. Ik wou nog één fragment tevoorschijn halen. En dat is ja, uit een van uw toespraken op 18 september. Eigenlijk was dat jaarlijks ook, ja, volgens mij, moreel, inhoudelijk uw grote toespraak. Ik vond hem, volgens mij was het afgelopen jaar wel heel bijzonder, omdat het toen midden in de toenmalige vluchtelingencrisis was. We vangen in Europa vluchtelingen op, soms met open armen, maar vaak ook met veel tegenzin. We proberen de gevolgen van dat verre oorlogsgeweld daarop te vangen. Maar anders dan in de Tweede Wereldoorlog, laten we het barbaarse regime, wat daar actief is en wat ik al eerder genoemd heb, volledig in stand. Wat doen wij in de westerse wereld aan die oorzaken? Voor die vraag staan we naar mijn mening op zeer. Op zeer indringende wijze. Maar dit is op zich maar een voorbeeld, maar want eigenlijk ieder jaar had u dat soort toch grote morele thema's die u aanhaalde in die toespraak van 18 september. Op wat voor manier was dat belangrijk voor u? Omdat vrede en veiligheid geen vanzelfsprekendheid in de wereld is. En je dat met elkaar moet onderhouden en de waarde van moet laten zien. En ik vind het ook nog wel, als ik nu de speech zou mogen houden, zou die ook wel over de generatieproblemen gaan. Dat is niet echt een probleem, maar wat ik ermee bedoel te zeggen is, de Brexit bijvoorbeeld, iedereen denkt, ja, dat zijn gewoon Engelsen die tegen Europa hebben gestemd, maar als je er goed naar kijkt, is het denk ik iets heel anders aan de hand. Veel mensen die van voor 90 zijn, voor 1990 geboren zijn, die hebben een oriëntatie op wat er geweest is. Hun ouders hebben de oorlog meegemaakt, of zelf hebben ze de ouders meegemaakt. Nou, Europa lag in puin. En dat is een wederopbouw geweest, en de Koude Oorlog. Nou ja, en de welvaartsontwikkeling en pensioen opgebouwd, de sociale verzorging staat. Dat is hun perspectief. En die kijken nu naar de wereld en denken, wow, er komen allemaal technologieën op ons af waar we niks van snappen. We kunnen het niet meedoen. Transmigratie, mijn pensioen wordt afgebroken. En die willen in de toekomst terug naar het verleden. Dat is wat ze eigenlijk kiezen. Terwijl als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen kinderen kijk, die zijn van na 90. Technologie is hun leven. Ze zijn gewoon met alles met elkaar verbonden. Die zien de wereld ook als hun wereld. Die zien uitdagingen. En natuurlijk, daar zitten ook wel kanttekeningen bij. Maar die staan met hoop en een perspectief en een uitdaging naar de toekomst te kijken. Die willen helemaal niet terug. Dat is wat er bij de Brexit ook gebeurde. De jongere generatie in Engeland wilde niet terug. En wilde gewoon binnen Europa verder kunnen. En dan is dus de vraag, veiligheid en vrede, dat is wel een belangrijk thema, maar het mag geen blokkade zijn. Dus probeer die dingen bij elkaar te brengen. Dat is wat ik eerder probeer te doen in mijn speeches op 8 september. Dat hoewel vrede en veiligheid en geen oorlog, dat is hartstikke belangrijk, moeten we onderhouden. We wel gewoon ook de toekomst met elkaar onder ogen moeten zien en daar ook vorm aan moeten geven. En een van de aspecten daarbij is nooit meer oorlog, nooit meer datzelfde fout. Hans Noach, ik heb hem één keer in het zonnetje gezet op 8 september. Die zei, het waren niet de mensen die die oorlog eigenlijk allemaal zulke lelijke dingen, het waren de omstandigheden waardoor die mensen dat gingen doen. En wij moeten die omstandigheden zien te voorkomen. Ik vond het wel, omdat Eindhoven natuurlijk ook zo getroffen is door de oorlog. Hè, de dag na de bevrijding de hele stad vernietigd zien. Ook wel belangrijk dat we dat met elkaar ook vasthouden. Overigens, als het gaat over vluchtelingen hier naartoe. En ook over samenleven hier, maak me ook wel zorgen. Want ik vind eigenlijk wel,
dat als je er goed naar kijkt, wij een aantal waardes overeind hebben die mij wel heel dierbaar zijn. Die komen ook wel voort uit die bevrijding en alles wat erna komt, maar dat gaat over onze culturele waarden, onze vrijheid, onze respect en tolerantie. En ik zie dat sommigen proberen om de vrijheid van meningsuiting, ja, min of meer te misbruiken om anderen de vrijheid van meningsuiting dadelijk misschien wel te ontnemen. Of vrijheid van religie. Dat was ook die discussie rondom de haatpredikers. En ik zie het nu ook wel een beetje gebeuren. Daar kijk ik wel met enige zorg naar. Ja, want op wat voor manier kunt u dat beïnvloeden? Of kon u dat beïnvloeden als burgemeester? Ik heb natuurlijk wel een enorme dialoog gehad met en het uiteindelijk ook verboden rondom die haatpredikers. Maar ik vind ook, ik ben met onze Turkse inwoners, mensen van Turkse origine, hebben discussies over wat vinden jullie nou wat de waardes hier zijn die we met elkaar moeten hebben. Nou, dan zegt iedereen democratie en tolerantie en respect en geen geweld en dialoog. Daar ben ik het hartstikke mee eens. Maar in de praktijk zie ik in andere steden, hier is het een beetje, maar in andere steden zie ik dat ze gewoon helemaal geen dialoog en helemaal geen respect en wel geweld en elkaar uitsluiten. Ook hier stonden de mensen met rode vlaggen te zwaaien. Zeker. Om meneer Erdogan toe te jagen. En daar heb ik het ook met ze over. Omdat ik vind dat sommigen echt een ernstige poging doen om de legitimatie van een Nederlanderschap ter discussie te stellen. Dat meen ik serieus. In Nederland gaan we. U moet zeggen, ik heb voor mezelf dat wel. Je kan toch niet die aanslag in Parijs, met wat daar gebeurde, door een paar extreme islamieten. Dan zeg je toch niet hier, alle islamieten gaan we maatschappelijk en sociaal uitsluiten. Stel dat het nou waar is met die Gulen en die staatsgreep, dat het inderdaad van die Gulen komt. Dan hebben de mensen die hier in de beweging van Gulen, overigens religieuze beweging, daarin geloof, toch daar niet allemaal schuld aan. En dan mogen ze toch niet allemaal sociaal en maatschappelijk uitgesloten worden. Dat kunnen we toch niet accepteren met elkaar. Dus daar past dialoog, gesprek, ook verschil van inzichting, ook verschil van mening. Maar wel op een manier die bij onze cultuur past. Vindt u ook dat vooraanstaande Turken in Eindhoven zich hierover moeten uitspreken? Dat vind ik, ja. Ik vind, en daar zijn we wel mee bezig. Om als ze zeggen allemaal democratie, allemaal tolerantie, allemaal geweldloosheid. Allemaal zeggen ze, we willen de dialoog. Oké, doe het dan ook. Kom dan om de tafel en heb het er dan gewoon over. Op een ordentelijke, nette manier. Maar ga mensen niet maatschappelijk, sociaal uitproberen te sluiten. Geen niks meer bij ze kopen omdat ze een winkel hebben en van de verkeerde. Daar gaan we niet meer. Dat hebben wij hier vroeger ook gehad. Hè? De katholieken bij protestanten mochten kopen en andersom. Maar die tijd hebben we toch wel ver achter ons gelaten, hoop ik. Als ik zie hoe u zich toch over dat soort actuele thema's druk maakt, bekommert. Dan denk ik, u gaat het wel missen als u straks niet meer die centrale rol in de stad kan spelen om dit soort onderwerpen aan te pakken. Ja, dat weet ik niet. Dat zal de tijd wel, ja. Dat weet ik niet. Ik ben ook wel. Ik vond ook wel heel veel dingen heel erg leuk aan het burgemeesterschap. Die ga ik ook echt wel missen. Ik vond sommige dingen heel vervelend en dan gaat u vragen welke, want u wil natuurlijk dan de vervelende dingen. Maar de leuke dingen vond ik echt wel met mensen in contact zijn. Proberen na te denken, te inspireren, te helpen, dingen mogelijk maken, steun verlenen. Dat vond ik wel een heel mooi deel van het burgemeester. Maar heeft u niet af en toe spijt dat u niet toch nog een paar jaartjes erbij gepakt had? Nee, want ik had een hele goede reden waarom ik dat niet wilde. Ja, dat was dat verhaal van dat als uw termijn afloopt, dat dan de politieke situatie hier misschien niet. Nee, mijn termijn zat daar zelfs nog overheen, want ik mocht nog 4 jaar blijven. Ik ben 8,5 jaar, ik had 12 mogen blijven, dus 3,5 jaar mocht ik nog blijven. Nee, maar als ik eerder zou opstappen, zeg over 1,5 jaar of zo, dan zit je midden in de verkiezingscampagnes en dat soort dingen. Dat wilde ik dus niet. Maar ik vind het ook wel, kijk, mensen realiseren zich niet, maar er ligt gewoon 24 uur per dag een telefoon naast mij. Die 24 uur per dag allerlei dingen, iedere keer melden waar oplossingen moeten zoeken, problemen. Je bent echt. En heb ik veel steun van mijn wethouders gekregen, want in het begin, de eerste periode, heb ik alles, al die dingen in mijn uppie gedaan. Dus als het over huisverboden ging, of als mensen een inbewaringstelling moesten hebben. Maar alle andere problemen, nou ja, dus die formele dingen heb ik een beetje kunnen delen met de wethouders, maar nog steeds. Er breekt een brand uit, er is een verkeersongeluk, er is een schietpartij. Het komt allemaal binnen, onmiddellijk. Allemaal. En dat is toch wel stevig. Als je ziet wat gewoon de normale agenda is.
Ik heb wel eens uit laten rekenen hoeveel tijd ik alleen aan de normale overleggen kwijt ben. Dus met de metropoolregio Eindhoven, met de veiligheidsregio's, de brandweer, met de politie. Alle moedjes. Ah ja, eigenlijk wel. En dan het college het driehoeksoverleg met de politie en de officier van justitie. Was ik 56 uur per week alleen al kwijt aan vaste dingen. Dan heb ik nog niet over al die dingen die er gewoon bij komen. Nou, ik kan je vertellen, dat is best veel hoor. Als je dat dan allemaal bij elkaar optelt. Dus op een gegeven moment, ik zie het ook wel bij mijn collega burgemeester van grote steden, dat het ook wel zwaar op de schouders gaat rusten. En je kan beter iets eerder afstand nemen voordat het echt een last gaat worden. Ik denk dat iedereen u de afgelopen weken en maanden gevraagd heeft van, en wat gaat u nu doen? Ja. Het zou raar zijn om die vraag niet te stellen. Wat gaat u doen? Nou, ik krijg ook hetzelfde antwoord. Dat heb ik nog niet. Ik ben wel met dingen bezig. En als dat zover is, zal ik dat wel meedelen. Ik wil in ieder geval wel even een paar weken even wat afstand nemen. Dat laat onverlet dat ik ondertussen wel in bespreking ben met anderen om te kijken wat ik verder zou willen gaan doen. Maar daar doe ik nog geen definitieve mededeling over. De afgelopen week. Een profvoetballer die in een transferperiode. Ja. Een deal is pas een deal als de deal er is. Maar afgelopen week bij Radio 1 kreeg u die vraag ook. En toen gaf u op zich hetzelfde antwoord. Maar toen zei u ook van ja, maar wat ik eigenlijk wel interessant vind, dat is wat er nu allemaal in Europa aan het gebeuren is. Ik vroeg me af, was dat toch een voorbode van wat het gaat worden? Nou, het heeft wel een beetje te maken met wat ik net zei. Ik vind dat steden, dat heb ik wel als burgemeester geleerd. En ik denk dat dat ook voor Eindhoven ontzettend belangrijk is om die verbinding met andere steden te maken. Om die ontwikkeling samen te delen. En met Europa, mijn punt was, ik heb er net iets over gezegd, over die generaties. Ik was voor de zomer op het bureau van Juncker, dat is de baas, zal ik maar zeggen, van Europa. En toen vroeg ik, wat is nou eigenlijk de agenda? En dat ging over de Brexit en de Nexit en over vluchteling. En toen dacht ik, dat is een agenda. Er zit geen toekomst zit daarin. Er zit alleen maar behoud van Europa, maar waarvoor eigenlijk? En Europa is natuurlijk, kan een voorhoede zijn in het ontwikkelen van het nieuwe gezondheidssysteem, nieuwe energiesystemen, beter, meer welvaart, van alles. Een enorme boost voor werkgelegenheid. Kan allemaal, hè? Maar dan moeten we het wel met elkaar ook proberen te krijgen. De vraag is of dat vanuit de Europese instituten moet, of dat je daar ruimte voor geeft in stedelijke regio's. Ik vind namelijk dat steden en stedelijke regio's echt veel te veel naar boven kijken. Dat is ook wel zo georganiseerd, want daar zijn ze afhankelijk van het geld. Maar als we elkaar zouden helpen, zouden we veel meer kunnen. En dan zul je dus zien dat scholen met elkaar in contact te komen, bedrijven met elkaar in contact te komen. En als dat gebeurt, komen mensen gewoon met elkaar in contact. Dan heb je gewoon de mensen van Berlijn met de mensen van Amsterdam, de mensen van Eindhoven met de mensen van Brussel. En dan integreert Europa zich langs hele nieuwe lijn. Maar denkt u dat u dan op een plek terecht kunt komen waar u al dat soort vastgeroeste processen zou kunnen openbreken? Ik zou het niet weten. Ik ben er nog een beetje over. Het is een thema wat ik uit heb proberen te werken. Of ik er zelf iets mee doe. Er is niks voor nu. Er is niks voor. Dus ik kan er ook niet voor solliciteren. Maar het is wel interessant om daarover na te denken. En omdat het wel een oplossing is voor een groot aantal vraagstukken. Het is een oplossing voor de integratievraagstukken, een oplossing voor de kracht van de steden, en hoe ga ik met nieuwe technologie om. Het is een deel van de oplossing voor de Europese integratie. Het is de uitdaging van nieuwe welvaart en werkgelegenheid. Ik denk dat dat de Europa van de toekomst kan zijn. En dat is toch wat we met elkaar willen. Dat lijkt me spannend om daar iets voor te vinden. En ja, maar dat denk ik ook, ja. Hoe snel denkt u dat u weet wat het gaat worden? Oh, dat weet ik niet. Nou, ik weet ook niet hoe het precies gaat lopen. Dus nee, daar ga ik ook niet over zeggen. Maar ik zal wel. Kunt u maandenlang thuis zitten? Mensen zeggen dan wel, je zal wel blij zijn dat je nu rust kunt hebben. En daarvan zeg ik altijd, en dat voel ik ook zo, ik word heel onrustig als ze tegen mij zeggen dat ik rust ga krijgen. En dat zal niet snel weggaan. Een paar weken op vakantie en dan wilt u toch wel weer wat gaan doen? Nou ja, ik ga niet echt op vakantie. Ik wil eigenlijk wel met een vriend op stap en dan gaan we wat klussen en zo. Ik wil wel een agenda. Ik wil dingen doen, dingen scheppen, dingen maken. Maar dan een hele andere context dan hier. We gaan het nog vol spanning in de gaten houden de komende tijd. En natuurlijk ook nog uitgebreid verslag doen van uw afscheid en de benoeming van John Jootsma als uw opvolger. Ik wil u heel erg bedanken voor de gesprekken die we zo gevoerd hebben, waar in de stad ook eigenlijk heel enthousiast op gereageerd. Dank u wel. En ik wil u daar ook voor bedanken voor het interview.
En dat u de mogelijkheid gegeven heeft. We hebben het altijd heel fijn gevonden. Dank u wel. Graag gedaan. En tot ziens. En u bedankt voor het kijken. En ja, we beginnen in ieder geval met John Jorritsma ook na zijn benoeming ook met een kennismakingsgesprek. Dus in zekere zin is dat alvast een voortzetting van het programma Spotlight. Graag tot ziens.